Ooit was er eens in een heel ver land een jonge prins. Hij woonde in een prachtig kasteel. Hoewel hij alles had wat zijn hart maar begeerde, was de prins verwend, egoïstisch en tegen niemand aardig. Maar toen, op een koude winteravond, klopte er een oude bedelaarster bij het kasteel aan die hem een roos aanbood, als hij mocht schuilen tegen de bittere kou. Vol afkeer van haar verwilderd uiterlijk lachte de prins smadelijk om haar aanbod en hij wilde de oude vrouw wegsturen. Ze waarschuwde hem dat hij zich niet door het uiterlijk moest laten bedriegen, want schoonheid vind je pas binnenin. Toen hij haar nog eens de deur wees, smolt de lelijke oude vrouw weg om plaats te maken voor een beeldschone tovenares. De prins wilde het weer goedmaken, maar het was te laat. Want zij had gezien dat er geen liefde school in zijn hart. Als straf veranderde zij hem in een monsterachtig beest en sprak een gruwelijke vloek uit over het kasteel en al zijn bewoners. Zich schamend voor zijn afzichtelijk uiterlijk, verschool het beest zich in zijn kasteel, met alleen een toverspiegel als een venster naar de buitenwereld. De roos die ze hem gegeven had, was in werkelijkheid een betoverde roos die zou blijven bloeien tot hij 21 werd. Als hij iemand kon liefhebben en ook haar liefde kon winnen voordat het laatste bloemblaadje eraf viel, dan pas zou de vloek worden opgeheven. Als dat niet gebeurde, zou hij gedoemd zijn voor altijd en eeuwig een monsterachtig beest te blijven. Jaar na jaar ging voorbij en hij verloor alle hoop. Want wie zou er ooit kunnen houden van een beest? Niet ver van het kasteel, aan de rand van een klein Frans dorpje, woonde een uitvinder met zijn beeldschone dochter Belle. Elke morgen ging Belle hun huisje uit en wandelde naar het dorp, altijd met een boek onder de arm. Terwijl ze liep te dromen over kastelen en koningen, kwam ze langs winkels en herbergen, langs de bakker en andere mensen in het dorp, die nog nooit zo iemand als Belle hadden meegemaakt. In ons dorp is het altijd rustig. En iets nieuws, dat gebeurt hier niet. In ons dorp zingen alle mensen steeds hetzelfde lied. Bonjour! 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 Daar gaat de bakker met zijn brood als altijd. Hij raakt het kwijt, al is het oud. Wat blijft je nou? Alles gaat zoals het hoort. Morgen, in dit afgelegen oord. Dat is wat mij soms benauwt. Goedemorgen, Bel. Goedemorgen, bakker. Waar ga je heen? De boekwinkel. Ik heb net zo'n prachtig verhaal gelezen over een bonenstaak en een monster. Wat leuk. Marie, de bekken. Biet eens op. Kijk haar nog aan dat rare kind, zo typisch. Ze loopt te dromen, zie je wel. Bakken zij het liefst alleen. Nogal vreemd vindt iedereen. Alle mensen, wat een rare meid die bel. Bonjour. Hallo. Tot 12 uur, hè. Bonjour. Hallo. Hoe is met je vrouw? Ik wil een 6. Die is al duur, hè. Moet dit nu zo mijn hele leven gaan? Bel. Goedemorgen, ik kom het boek terugbrengen dat ik heb geleend. Heb je het alweer uit? Oh, ik kreeg er niet genoeg van. Heeft u iets nieuws? Niet sinds gisteren. Dat hindert niet. Dan neem ik dit boek. Dat boek? Maar dat ken je al. Maar het is mijn lievelingsboek. Verre landen, zwaardgevechten, tovenaars, een vermomde prins en... Als je zo dol bent op dat boek, hou het dan. Maar meneer... Ik sta erop. Oh, dank u. Duizendmaal dank. Kijk haar nog aan, zij is toch wel wat anders. Is zij wel helemaal gezond? Of er niemand meer bestaat? Loopt ze lezend over de straat? Nou, die rare bel maakt het wel heel erg bond. Oh, is het niet verbazend? Het is mijn lievelingsboek. Gebeurt in hoofdstuk 4. Haar naam zegt ons al dat zij heel erg mooi is. Zij is een echte mademoiselle. Maar de mensen vinden haar toch altijd een beetje raar. Ze is anders dan wij allemaal. Zij doet dit als wij allemaal. Zij is anders dan wij allemaal, die wel.
Hé? Elk schot van jou was raakkastel. Jij bent de beste jager ter wereld. Weet ik. Jij krijgt elk dier dat je maar hebben wil. En elk meisje trouwens ook. Dat klopt, Lefou. En ik heb nu een oogje op die daar. De dochter van de uitvinder. Ja, precies. Ze boft dat ze met mij mag trouwen. Ja, maar ze het allermooiste meisje van het dorp. Weet ik, zij is gewoon de beste. En verdien ik niet het beste dat er is? Ja, natuurlijk. Ik bedoel alleen maar over. Vanaf de dag dat ik haar zo zag praten, ging ik meteen al voor de bijl. Zij is net zo knap als ik, zag ik met een eerste blik. Dus het duurt niet lang dan trouwen bij een stijl. Kijk hem nou gaan. Is het geen spetter, monsieur Gaston? Oh, wat een stuk. Mijn hart klopt zich bijna te pletter. Wie hem ooit had, heeft heel erg veel geluk. Bonjour! Pardon. Hallo! Noem jij dit Felix? Ik wil Baby. Ik kaas. Pardon. Ik pak hem uit. Laat mij erdoor. Jouw vis oh, is dit. Mevrouw vergeet. Dat dit u zal mijn hele leven. Ik zal wel trouwen, neem dat van mij aan. Ik ga nog gaan zo raar, een rare meisje. Een zonderlinge madrasel. Ook al is zij nog zo schoon, zij valt wat met de toon. Want ze is gewoon een rare meid. Een mooie, maar een rare meid. Zij is een hele rare meid. Viva! Bonjour! Bonjour! Gaston haalde Belle in en ging in een stoere houding voor haar staan. Hallo, Belle. Bonjour, Gaston. Ze negeerde hem en las gewoon door. Maar hij rukte het boek uit haar handen. Gaston, mag ik alsjeblieft mijn boek terug? Hoe kan je dit lezen? Nergens plaatjes. Je kan ook je verbeelding gebruiken. Belle, stik je neus toch niet steeds in die boeken. En denk eens aan iets belangrijkers. Een echte vrouw leest toch niet? Voor je het weet gaat ze nog denken. Gaston, je bent werkelijk niet te geloven. Dank je, Bel. Laten we naar de herberg gaan. Dan kan je mijn jachttrofee bekijken. Misschien een andere keer. Ik moet thuis mijn vader helpen. Tot ziens. Die malle ouwe gek, die heeft zeker hulp nodig. En lach mijn vader niet zo uit. Ja, en lach haar vader niet zo uit. Lefou knipoogde naar Gaston. Mijn vader is niet gek. Hij is een genie. Op dat moment klonk een luide explosie vanuit het huis van de uitvinder. Belle rende zo hard ze kon naar huis en daar trof ze haar vader aan, te midden van de brokstukken en het stof dat op hem neerdaalde. Papa? Hoe kon dat nou toch gebeuren? Was in orde, papa? Ik gooi dat stomme ding nog eens op de vuilnishoop. Oh, dat zeg je altijd. Maar deze keer meen ik het. Ik krijg dat ellendig apparaat maar niet aan de praat. Tuurlijk wel. En je wint de eerste prijs op de beurs morgen. Hm. En dan word je een heel beroemde uitvinder. Meen je dat nou echt? Ja, eerlijk waar. Nou, waar wachten we nog op? Ik heb hem in een mum van tijd klaar. Geef mij die vierkante rondbektang eens aan. Zo, vertel eens. Was het leuk in het dorp? Ik heb een nieuw boek gehaald. Papa, vind jij mij raar? Jij, kindje? Raar? Ha, hoe kom je daar nou toch bij? Ach, ik weet het niet. Ik denk dat ik hier gewoon niet thuis hoor. Ik heb niemand om mee te praten of zo. En die Gaston, hè? Dat is toch een knappe kerel? Ja, knap is hij wel. En grof en verwaand en... Oh, papa, hij is niks voor mij. Nou, geen zorgen, kindje. Met deze uitvinding gaat een nieuw leven voor ons beginnen. Later in de middag laadde Maurice zijn uitvinding op een wagen. Hij vroeg Belle om hem te helpen hun paard Philippe in te spannen. Nadat hij afscheid had genomen van Belle, begaf hij zich op weg naar de grote stad. Al gauw veroorzaakte de ondergaande zon langgerekte schaduwen en een koude wind joeg door het bos. Maurice trok zijn jas steviger om zich heen en Philippe en hij bogen hun hoofd naar de grond. Het paard zwoegde kilometers voort, toen bleef het plotseling staan. Maurice keek om. Door de opkomende mist waren ze in een verlaten bos verzeild geraakt. Hij wilde Philippe laten omkeren, maar een troep vleermuizen scheerde langs hun hoofd, waardoor Philippe naar de rand van het ravijn toestormde. Geschrokken haalde Maurice de teugels aan, zodat ze niet de diepte instortten. Ga terug, ga terug, ga terug! Terwijl Maurice het paard kalmeerde, hoorden ze onheilspellend woest gegrom. Een wolf had hen gevonden. Het
paard stof verschrikt achteruit, waardoor Maurice op de grond viel. Philippe vluchtte het donkere bos in, met de wagen achter zich aanratelend. Enigszins versuft zag Maurice dat twee gele ogen hem vanuit de mist aanstaarden. Hij krabbelde overeind en zette het op een lopen tussen de gesluierde bomen door. Plotseling stond hij voor een groot smeedijzeren hek. Hij greep zich aan de verroeste tralies vast en schudde er heftig aan. Help! Is daar iemand? Help! Wanhopig duwde Maurice tegen het hek aan totdat het openvloog. Hij tuimelde naar binnen en het zware hek sloeg achter hem dicht. Uit de mist doemde een monsterachtig kasteel op. Toen niemand de deur opendeed, waagde Maurice zich naar binnen. Hallo? Is daar iemand? Ik hoop niet dat ik ongelegen kom, maar ik ben mijn paard kwijt. En ik wil graag ergens overnachten. Natuurlijk bent u hier welkom, monsieur. Maar waar bent u? Iemand klopte Maurice op de schouder. Hij stond oog in oog met een sprekende kandelaar. Hallo? Te geloven. Nou, je wordt bedankt, Lumière. Fijn, hè? Geweldig. Hij keek naar beneden en zag daar iets hoogst merkwaardigs. Daar stond een klok met een uiterst geërgerde uitdrukking op zijn gezicht, met zijn korte armpjes te zwaaien. Maurice pakte de klok op en maakte hem open. Hoe hebben ze dit gemaakt? Zeg meneer, meteen. Hou op. Hou me op. Zag. Doe mij weer dicht. Hoe durft u? Neem me niet kwalijk. Ik heb nog nooit een klok gezien die. De kandelaar bracht hem naar de ontvangsthal en bood hem een stoel aan bij de open haard. Oh, maar u bent drijfnat, monsieur. Kom, droog u lekker bij het haardvuur. Dank u. Nee. Je weet wat er gebeurt als hij hem hier ziet. Ik verzoek u, blijf daar staan. Oh, nee toch. Niet in meneer zijn stoel. Dat wil ik niet zien. Pendule, de klok, raakte nog meer verontrust toen een theepot op een serveerwagen aankwam rijden en een grappig theekopje in de hand van Maurice sprong. Heeft u trek in een kopje thee, meneer? Daar wordt u weer lekker warm van. Nee, geen thee! Het kriebelt die snor, mama. Kriebel? Oh! Hallo! Er is hier een vreemdeling. Oogheid, ik leg u wel eens uit. Monsieur is verdwaald in het bos. Hij was ze koud en een naad en... Oogheid, ik wil u even laten weten dat ik de hele tijd tegen was. Maurice dook weg in zijn stoel. Eerst zag hij een grote gebogen figuur in de schaduw staan. Maar toen... het beest. Een monster dat er zo schrikwekkend uitzag... dat Maurice geen wind durfde te verroeren. Wat kom jij hier doen? Ik ben verdwaald in het bos. Je bent niet welkom hier. Het pijn me. Wat kijk jij naar mij? Doe ik niet. Zo, dus jij komt kijken naar het beest, is het niet? Nee, maar waarom zou ik? Ik wou alleen ergens overnachten. Dan weet ik wel een plek voor jou. Oh nee, alsjeblieft. Nee. Het grote monster greep Maurice beet en sleurde hem weg. In het dorp had Gaston intussen een list bedacht om Belle voor zich te winnen. Hij had de dorpelingen gezegd dat hij diezelfde middag nog met Belle zou trouwen en zij volgden hem naar Belles huis. Le Fou hief zijn dirigeerstok al op om de muziek te laten beginnen toen Gaston zelfverzekerd op de deur klopte. Gaston, wat een leuke verrassing. Ja, vind je niet? Ik zit vol verrassingen. Weet je, Belle, er is geen meisje in de stad die niet graag in jouw schoenen zou staan. Dit is de dag van je dromen. Wat weet jij nou van mijn dromen, Gaston? Heel wat. Hier, stel je voor. Een jachthuis in het bos. Een everzwijn roosterend aan het spit. En mijn vrouwtje lief, die mijn voeten masseert. Terwijl de kleintjes spelen met de honden. Neem er 6 of 7. Honden? Nee, Belle! Flinke jongens, zoals ik. Zie het voor me. En wie zou dat vrouwtje wel zijn? Geen idee. Jij, Belle. Gaston, ik ben sprakeloos.
Ik weet niet wat ik hierop zeggen moet. Zeg dat je met me trouwt. Het spijt me heel erg, Gaston, maar ik ben je gewoon niet waard. Belle deed de deur dicht, wachtte even tot iedereen weg was en ging toen naar buiten om de kippen te voeren. Ze hoorde een gehinnik dat haar bekend voorkwam en daar kwam Philippe op haar afstrompelen. Philippe, wat kom jij hier doen? Waar is papa? Waar is hij, Philippe? Wat is er gebeurd? Kom, we moeten hem zoeken. Breng me naar hem toe. Belle sprong op zijn rug. En hoewel Philippe uitgeput was, keerde hij om en draafde met haar het dorp uit, het mistige bos in, op weg naar het sombere kasteel. Ze wrong zich door de poort heen en ontdekte haar vaders hoed op de grond. Ze raapte hem op en rende het kasteel binnen zonder zich erom te bekommeren of iemand haar wilde tegenhouden. Maar niemand vertoonde zich. Ze rende door een lange gang en vloog een gebogen trap op. Deze leidde naar een andere gang en daar zagen Lumière en Pendule haar. Papa, ben je hier? Oh, het is een meisje. Dat zie ik ook wel. Snap je het niet? Zij is het. Het meisje waarop wij wachten. Zij verlost ons van die vloek. Wacht nu even. Belle stond bovenaan een stenen trap toen ze een zwakke stem hoorde. Belle? Papa! Ze rende langs een rij gesloten deuren tot ze haar vaders gezicht achter een ijzeren hek zag. Hij stak een bevende hand door de tralies heen en Belle greep hem vast. Oh, je handen zijn ijskoud. Je moet hier vandaan. Belle, je moet hier meteen weggaan. Wie heeft dit gedaan? Dat hoor je nog wel. Ga toch weg, gauw. Ik blijf bij jou. Wat doe jij daar? Ze schrok op. In de schaduw zag ze een donkere gestalte. Oh, wie is daar? Wie ben je? Ik ben de heer van dit kasteel. Ik kom voor mijn vader. Laat hem alsjeblieft vrij. Kijk dan, hij is ziek. Dan had hij hier maar niet moeten komen. Anders gaat hij dood. Toe, ik zal alles doen. Jij kan helemaal niks doen. Hij is mijn gevangene. Oh, wist ik maar een manier om. Wacht. Ik ga in zijn plaats. Jij wil in zijn plaats? Wel niet doen! Je weet niet wat je doet! Als ik het doe, laat je hem dan gaan? Ja, maar dan moet jij beloven altijd hier te blijven. Kom eens in het licht. Het beest deed een stap naar voren. En vol afkeer voor zijn afzichtelijk uiterlijk wendde Belle haar gezicht af. Maar toen dacht ze aan haar vader en ze keek het beest aan. Je hebt mijn woord. Goed! Het beest sleurde Maurice het kasteel uit en smeet hem in een rijtuig dat hem naar het dorp terug zou brengen. Toen ging het beest naar boven, waar hij Belle ineengedoken op de vloer huilend aantrof. Ik kon niet eens afscheid nemen. Ik zie hem nooit meer terug. Ik mocht niet eens afscheid van hem nemen. Het beest bracht Belle naar haar kamer. Lumière de kandelaar huppelde met hun mee. Zeg toch iets tegen haar. Huh? Oh. Hopelijk bevalt het hier. Nu je hier woont, kun je gaan en staan waar je wilt. Maar niet de zijvleugel. Wat is er in de zijvleugel? Dat is verboden. In het dorp zat Gaston in zijn stamkroeg en keek op naar zijn kruiperige vriend Le Fou. Wie denkt ze wel dat ze is? Die meid weet niet wat ze zegt. Niemand zegt nee tegen Gaston. Ha, precies. Weggestuurd, afgewezen, in het openbaar vernederd. Het zit me gewoon tot hier. Nog een bier? Waarom? Niks helpt meer. Sta voor schut. Wie? Jij? Onzin, Gaston. Je moet niet zo bij de pakken neerzitten. De deur vloog open en een doorweekte verwilderd uitziende Maurice strompelde binnen. Help, mensen, help me! Maurice? Mensen, help me alsjeblieft. Hij heeft er in de kerker opgesloten. Wie? Bel, we moeten er zo snel mogelijk naartoe. Oh, kalm aan, Maurice. Wie heeft Bel nou eens een kerker? Hè? Een beest! Een afgrijzelijk monsterachtig beest! Is het een groot beest? Enorm! Met een grote lelijke bek. Ontstellend lelijk. Met scherpe tanden? Ja, helpen jullie mij? Tuurlijk, ouwe. We helpen je er wel uit. Echt waar? Oh, dank je. Gaston smeet Maurice de herberg uit. Tot groot plezier van de dorpelingen. Ekke ouwe Maurice. Het is altijd lachen met die man. Gekke ouwe Maurice, hm? Gekke ouwe Maurice.
In het kasteel van het beest hoorde Belle dat er zachtjes op de deur werd geklopt. Ze deed open. Ze kon haar ogen niet geloven. Aan haar voeten stonden een opgewekte theepot en een paar kopjes vriendelijk naar haar te glimlachen. Wat een knap meisje is er, vind je niet? Ja, ja, Barstje, stil dan maar. Mevrouw Tuit, de theepot, keek toe hoe Belle een slok uit haar kopje nam. Dat was heel moedig wat je hebt gedaan, mijn kind. Maar ik ben mijn vader kwijt, mijn dromen, alles. Kop op, schat. Vroeg of laat komt alles weer goed. Dat zal je zien. Oeh, van mij nou eens. Sta ik te kletsen terwijl ik het eten op moet dienen. Barst? Dag. S'avonds ijsbeerde het beest in de eetzaal wachtend tot Bel voor het diner zou verschijnen. Mevrouw Tuit en Lumière sloegen hem vanaf de schoorsteenmantel gade. Meester, heeft u toch wel aan gedacht dat ze de vloek misschien verbreken kan? Natuurlijk wel. Ben je gek? Mooi. Dus u wordt verliefd op haar, zij wordt verliefd op u. En poef, verbroken die vloek. Oh, middernacht hebben we weer mensen. Oh, zo makkelijk is dat niet. Zoiets ver tijd. Maar de rozenblaadjes verwelken al. Ach, het heeft geen zin. Zij is zo beeldschoon en... Kijk mij nou eens. Lumière en mevrouw Tuit gaven het beest meteen instructies. Ze zeiden hem zelfverzekerd te zijn, maar toch vriendelijk. Geestig, maar niet te grof. Complimenteus, zorgzaam en nooit ook maar één keer zijn geduld te verliezen. Maar toen Pendule zonder Belle verscheen, stormde het beest razend van woede naar haar kamer. Ik had je toch gezegd te komen eten? Ik heb geen honger. Kom eruit of ik trap de deur in. Vriendelijk. Probeer het. Kom je beneden eten? Nee. Aardig, beleefd. Je zou mij groot genoegen doen als je met mij zou willen eten. Ja, alsjeblieft. Nee, dank je. Je kan maar niet eeuwig blijven. Dat kan ik wel. Goed, verhonger jij dan maar. Als ze niet met mij eet, dan eet ze maar helemaal niet. Het beest trok zich terug in zijn vertrekken. En terwijl hij zag hoe weer een bloemblaadje van de roos afviel, vroeg hij zich wanhopig af of de vloek ooit zou worden opgeheven. Zodra het beest weg was, ging Belle stiekem naar de keuken. Pendule was razend toen Lumière Belle meenam naar de eetzaal. Als hij erachter komt, dan kost het onze nek. Ja, ja, calma. Maar was het dinertje zonder een beetje muziek? Muziek? Ma chère mademoiselle, het is met grote trots en zeer veel plezier dat wij u verwelkomen. En nu, vergeet al uw zorgen, ga lekker zitten, want de eetzaal biedt u met groot genoegen aan uw diner. Kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nek, chérie, de rest van het werk doen wij. Soep du jour, wil je meer? Jouw bedienen is een eer. Proef het maar eens, overheerlijk. Zeggen ook de borden eerlijk. Ze doen aan zang en aan dansen. De cuisine hier is een France. Met een enkele gast zijn wij al heel erg blij. Kijk, onze kaart is reuze, maak maar snel een keuze. Kom erbij. Kassragout, kassoufflé, tong en tournen au flambé. Cabaret, bij het diner, ja, kom maar mensen, hein? Allez, ik gebaar, een zidaar, alles staat hier voor je klaar. Na de taart met chocolade, voor de lepeltjes parade. Ik jongleer, très risqué, met mijn kaarsjes, alle twee. Ja, met meer had wat plezier, zo niet al kan. Dus neem je glas eruit en laat ons klinken wat je handen vrij. Heb je pech, al die zorgen eet je weg. Kom erbij. Zo gast, is een gast die ons met haar komst verrast. En pak servetjes uit de kast. Wil jij twee kopjes thee? Nou, daar zit ik echt niet mee. Als het water staat te zingen, ga mijn kopjes vrolijk springen. In mijn thee heb ik trek. Hé, wat zie ik daar, een vlek? Haal hem weg, we hebben hier een eregast.
Is het zo naar je zin? Wil jij er suiker in? Kom erbij! 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 Na deze prachtige voorstelling kreeg Belle Pendule zover dat hij haar een rondleiding door het kasteel gaf. Aan de voet van een donkere, stoffige trap versperden Lumière en Pendule haar de weg. Wat is daar? Maar daar? Oh, niks. In de zijdeur is helemaal niks. Lang, stoffig, saai en heel vervelend. Ah, dus daar is de zijvleugel. Oh. Goed, al. Wat zou die daar toch verbergen? Verbergen? Onze meester heeft niets te verbergen. Dan zou het niet verboden zijn. Pendule wist Belle weg te krijgen met de belofte dat hij haar de bibliotheek zou laten zien. Terwijl haar gastheren voor haar uitliepen, bleef Belle steeds langer treuzelen tot ze ver genoeg waren. Snel keerde zij zich om en rende naar de zijvleugel. Vast besloten rende ze de trap op en deed een deur open. Eenmaal binnen staarde ze met angst en verwondering naar de vieze, bedompte kamer, bezaaid met gebroken meubilair en grijze afgeknaagde botten, gebarste spiegels, kapotgesneden schilderijen, gescheurde gordijnen en kleren en een verteerd wandkleed waar klimop langs groeide. Voor het raam stond het enige leven in de kamer van het beest. Een roos, flauw oplichtend onder een glazen stolp. Als gehypnotiseerd liep Belle erop af en tilde de stolp op. Toen zij haar hand uitstrekte om een bloemblaadje aan te raken, kwam het beest binnen. Wat doe je hier? Het spijt me. Ik heb je gewaarschuwd hier nooit te komen. Ik keek alleen maar rond. Besef je wat je had kunnen doen? Nee, hou op! Eruit! Nee! Geschrokken vluchtte Belle het kasteel uit de donkere winternacht in. Ze vond Philippe en ze galoppeerde door de sneeuw steeds dieper het bos in. Ineens hoorde ze iets onheilspellends achter zich. Wolven, hongerig en kwaadaardig, die dreigend op hen afkwamen. Belle klampte zich aan Philippe's nek vast terwijl ze door het bos draafde. Toen een wolf naar zijn hiel hapte, steigerde Philippe, waardoor Belle op de grond viel. Zijn teugels raakten verstrikt in de takken en toen de wolven hem wilden insluiten, greep Belle een stok en rende op zijn aanvallers af. Woest grommend draaiden de wolven zich om. Belle struikelde over een boomwortel en viel. Een wolf vloog haar naar de keel. Maar plotseling sleurde een grote klauw het dier van haar weg. Het was het beest. Vol afgrijzen zag Belle hoe de wolven hem aanvielen, grommend en bijtend. Het beest vocht terug en met een woeste kreet slingerde hij de grootste wolf door de lucht tegen een boom te pletteren. De andere wolven vluchtten het bos in. Met een van pijn vertrokken gezicht zakte het beest in elkaar. Dit was de kans voor Belle om te ontsnappen. Ze staarde naar het bospad en keek toen weer naar het gewonde beest. Zo kon ze hem niet in de steek laten. Ze hielp hem overeind en met de hulp van Philippe bracht zij het beest weer terug naar het kasteel. Daar verzorgde zij behoedzaam en liefdevol zijn wonden. Niet bewegen. Dat doet pijn. Hang dan stil, dan doet het geen pijn. Als jij niet was weggerend, dan was dit niet gebeurd. Als jij hem niet bang had gemaakt, was ik niet weggerend. Maar jij kwam ergens waar je niet mocht zijn. En jij moet je eens leren beheersen. Nou, kom maar. Het kan een beetje prikken. Oh, en dank je dat je me hebt gered. Geen dank. Terwijl Belle had besloten bij het beest te blijven, waren haar vader en Gaston beide met hun eigen plannen bezig. Maurice wilde Belle gaan redden
En Gaston had een sluw plan bedacht om de uitvinder in een gesticht te laten opnemen, tenzij Belle erin toestemde met hem te trouwen. Geen van beiden kon zich voorstellen hoe Belle door het beest behandeld werd, die alles deed om het haar naar de zin te maken. Wel, er is iets dat ik je wil laten zien. Maar eerst moet je je ogen dicht doen. Dit is een verrassing. Mag ik nu kijken? Nee, nee, nog niet. Mag ik ze nu open doen? Doe maar. Nu. Niet te geloven. Ik heb van mijn leven nog nooit zoveel boeken gezien. Hoe vind je het? Het is schitterend. Ze zijn voor jou, Bel. Duizendmaal dank. Dolblij met al die boeken begon Belle meteen te lezen. De volgende dag bij het ontbijt deed het beest zijn best om beleefd te zijn en zat onhandig met een vork te eten. Even later gingen Belle en het beest naar buiten waar het sneeuwde. Toen hij zich bukte om een paar vogels te voeren, moest Belle glimlachen. Het beest zag er opeens heel anders uit, nu de mussen uit zijn hand aten. Die avond las Belle het beest een verhaal voor, terwijl Lumière en de anderen toekeken. Later keek Lumière in de kamer van het beest met een bezorgde blik naar de kwijnende roos. Wees vooral niet verlegen, maar wees juist doortastend. Doortastend? Er zal muziek zijn, romantisch kaarslicht. Daar zorg ik zelf dus voor. En op het juiste moment bekent u haar uw liefde. Ja, Nee, het gaat niet. U geeft toch om haar, of niet? Ah, meer dan wat dan ook. Nou dan, zeg het haar dan. Die avond had Belle een schitterend gouden gewaad aan en het beest zag er prachtig uit in zijn mooie avondkleding. Terwijl zij in de balzaal danste, werden zij verlangend gadegeslagen door mevrouw Tuit. Later op de avond, op het balkon, kwam het beest naar Belle toe. Belle, ben jij hier gelukkig met mij? Ja. Wat is er? Ik zou zo graag mijn vader willen zien. Al is het maar even. Ik mis hem zo erg. Er is een mogelijkheid. Het beest nam haar mee naar zijn kamer en gaf de toverspiegel. Eerst zag Belle alleen haar eigen spiegelbeeld, maar toen zag ze haar vader, strompelend door het bos, zwak en uitgeput, nog steeds naar haar op zoek. Toen het beest de bedroefde blik op Belle's gezicht zag, kon de roos hem niets meer schelen. Ik laat je vrij. Ik hou je niet meer gevangen. Dus je laat me vrij? Ja. Oh, dank je. Hou vol, papa. Ik kom eraan. Bij het afscheid nemen gaf het beest Belle de toverspiegel. Neem me mee. Dan kun je altijd terugkijken. Als je mij wilt zien. Ik dank je dat je zoveel begrip voor me toont. Met pijn in zijn hart zag het beest hoe Belle wegreed van het kasteel. Toen richtte hij zijn blik naar de opkomende maan. In het bos zocht Belle tussen de bomen tot ze haar vader vond, die bevend van de koorts op de grond lag. Ze hielp hem op Philippe en ze galoppeerde naar hun huis. Toen Belle haar vader naar binnen hielp, werden ze door Le Fou gezien, die meteen naar Gaston rende om het te vertellen. Thuis werd Maurice door Belle liefdevol verzorgd. Ik dacht dat ik je nooit meer zou zien. Ik heb je zo gemist. Maar dat beest, hoe ben je ontsnapt? Ik ben niet ontsnapt, papa. Hij liet me gaan. Dat vreselijke beest. Maar dat is hij niet meer, papa. Hij is, ik weet niet, anders nu. Belle deed de deur open en voor haar stond een lange, magere man in een zwarte jas. Achter hem zag ze een rijtuig met getraliede raampjes en een menigte mensen die naderbij kwam. Ja, meneer. Ik kom uw vader halen. Mijn vader? Wees gerust, mademoiselle. We zullen heel goed voor hem zorgen. Maar hij is niet krankzinnig. Hij ging tekeer als een idioot. Jullie hebben het toch ook gehoord? Yeah! Nee, laat hem met rust. Huh? Maurice, vertel het nog eens, ouwe. Hoe groot was dat beest ook alweer? Ja, hoe groot was hij? Hij was reusachtig, ja. Wel minstens 2. Nee hoor, wel 3 meter lang. Nou, idioter dan dat kan hij niet.
Het is waar, geloof me. Terwijl de vroede menigte ophitste, kwam Gaston uit de schaduw naar voren en legde zijn arm om Bellens middel. Ik kan dit kleine misverstand misschien ophelderen. Als? Als wat? Als je met me trouwt. Wat? Eén kort woordje, Bel, is al genoeg. Nooit! Hoort jij je zin? Bel? Los! Ze duwde Gaston van zich af en rende het huis in om de toverspiegel te halen. Toen ze terugkwam, hield ze hem omhoog, zodat iedereen hem kon zien. Mijn vader is niet gek. Ik kan het bewijzen. Laat het beest zien. De spiegel schitterde en er verscheen een afbeelding van het beest. Is hij gevaarlijk? Oh nee, nee. Hij doet geen mens kwaad. Ik weet het, hij ziet er gemeen uit, maar hij is heel aardig en lief. Hij is mijn vriend. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat je wat voelt voor dat monster. Hij is geen monster, Gaston, maar jij... Woedend pakte Gaston Bellen de spiegel af. Dat beest zit achter jullie kinderen aan. En vannacht komt hij. Nee. We zijn niet veilig voor zijn kop en hij in de muur hangt. We moeten dat beest doden. Hij moet dood dat ik je brom. Hij besluit ons in de nacht. Hij vermorstelt onze kinderen met zijn woeste brute kracht. Alles wat hij op zijn weg vindt, slaat hij woedend in elkaar. Ons geduld heeft nu zijn grens bereikt. Ga mee naar die. De mist, door het woud, door het donker en door schaduw. Het is gevaarlijk, maar we gaan, we moeten wel. Wie erg veel van ons houdt, moet maar vurig voor ons bidden. Want het is daar nog veel erger dan de hel. Razendscherp, ijzersterk zijn zijn tanden. Niemand heeft ooit zijn klauw overleefd. Hij lokt elk in zijn val, maar kom mee, wees vooral niet bevreesd. Hij moet dood, dood het beest. Nee, dit mag je niet. Als je niet meedoet, ben je tegen ons. Haal die oude man! Hou je handen daar! Ze zouden dat beest nog eens kunnen waarschuwen. Laat ons eruit! We bevrijden het dorp van dat beest. Wie doet er mee? Trek je zwaard, stijg de paard. Raap je moed en moordlust bij elkaar. Wij gaan nu met Gaston naar het kasteel. Door de mist, door het wal, naar het vreselijke monster. Zijn brutale tirannie wordt onze deel. Is dat zo groot als een reus is? Ziet geen mens en geen dier zal ons zien. Komt hij als een wolf en de rest van je komt, zit de wolf en de wolf. We belegeren het kasteel en vermoorden dat beest! Ik moet hem waarschuwen. Het is mijn schuld. Oh, papa, wat moeten we nou doen? Nou, we bedenken wel iets. Intussen leidde Gaston de dorpelingen naar het kasteel. Wij zijn bang en er bang voor iets dat wij niet begrijpen. Voor dat grote enge monster nog het mis. Kom nu mee, kom maar gauw met je kinderen en je vrouw. Wij wachten niet bij Roederland. Dat dood het mis. Ik wist het, ik wist wel dat niet zo lukken. Misschien was het beter als ze nooit gekomen was. Is het Bel? Is zij het? Sacré bleu! Een invasie! Indringers! En ze hebben de spiegel! Zeg het onze meester! Als ze willen vechten, dan staan we voor ze klaar! Wie doet er mee? Bang! Plunder het hele kasteel leeg! Maar denk er goed aan! Het beest is voor mij! Kom maar op, als je deugt, want de huis dat kan verpesten. Waarom wel bij ons zo dapper lekker is? Voor dat beest in de pan, hier zijn meiden, zijn ze mannen, kunnen lieden ons eraan! Dat het beest! Pardon, heer. Laat me met rust. Maar heer, men valt het kasteel aan. Dood het beest! Dood het beest! Wat moeten we doen, heer? Het doet er niet meer toe. Laat ze maar komen. Dood het beest! Dood het beest! Dood het beest! Toen de meute het kasteel binnenstormde, viel de huisraad hen aan. Van alle kanten doken ze op hen af. En Pendule gleed langs de trapleuning omlaag om Lumière uit handen van Lefou te redden. Mevrouw Tuit en haar kinderen goten kokend water over de belagers heen en een linnenkast liet al haar laden en deuren in het rond vliegen. Toen het kokend hete fornuis en de scherpe messen zich ook in de strijd stortten, namen de dorpelingen ijlings de benen. Alleen Gaston bleef achter. Hij had het beest gevonden, dat somber voor zich uitkijkend in zijn kamer zat. Gaston spande zijn boog en de pijl trof het beest in de schouder. En toen die viel, schopte hij hem het balkon op. Sta op! Sta op! Wat
is er, beest? Ben je zo aardig dat je niet vecht? Belle en haar vader waren inmiddels gered door Barstje, die stiekem met Belle was meegegaan toen ze het kasteel verliet. Het theekopje had de uitvinding van Maurice gestart en daarmee de deur van het huisje laten platrijden. Belle en Maurice keken ontzet toe hoe Gaston op zijn prooi afkwam. Toen het beest Belle's stem hoorde, herwon hij zijn kracht. En met zijn grote klauw greep hij de knuppel die Gaston in zijn handen hield. Het beest rukte de knuppel los en kwam overeind en toerende dreigend boven Gaston uit. Ze klauterden beide het dak op, tot het beest tenslotte Gaston hoog boven zijn kop optilde, klaar om hem te vermorsen. Laat me los! Laat me los! Maar hij kon het niet. Zijn liefde voor Belle had hem geleerd menselijk te zijn. Nu was het Gaston die een monster was geworden. Het beest liet Gaston vallen. En toen hij op Belle afkwam, stak Gaston hem met een mes in zijn rug. Brullend van pijn draaide het beest zich om. De laffe Gaston deinsde achteruit en stortte naar beneden. Het beest zakte in elkaar en Belle rende op hem af. Je bent terug. Natuurlijk ben ik terug. Ik kon niet anders. Oh, het is allemaal mijn schuld. Misschien, als ik maar eerder gekomen. Misschien is het beter. Nee. Het is beter zo. Nee, zeg dat niet. Alles komt weer goed. We zijn nu bij elkaar en alles komt in orde. Dat zul je zien. Ik heb... jou tenminste. Nog mogen zien. Nee. Nee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Laat me niet in de steek. Ik hou van je. Toen Belle zich vooroverboog om het beest voor het laatst te kussen... viel in het kasteel het laatste bloemblaadje van de betoverde roos. Toen verscheen er een toverachtig schijnsel in de lucht. Ze keek op en zag dat de regen in glittergoud veranderde en het beest een mens werd. De prins stond op en strekte zijn handen naar haar uit. Belle, ik ben het. Ja, jij bent het. De roos barstte los in volle bloei. En toen Belle en de prins elkaar omhelsden, verloren ook de bedienden hun betovering. Lumière werd weer de oude, opgewekte, vriendelijk, welbespraakte huismeester. Mevrouw Tuit veranderde in een lieve, mollige kokkin en Pendule in een dikbuikige butler. Lumière! Huh? Pendule! Oh, mevrouw Tuit! Kijk nou toch! In het bos trok de mist weg... en het ochtendgloren rees achter de bomen op. Vol verbazing staarde Belle's vader naar al die verandering om hem heen. Plumeaus, bezems, een fornuis en meubels werden allemaal weer mensen. En het theekopje dat hen had gered... werd weer een vrolijke jongen... en een stralende, gelukkige glimlach... verscheen op ieders gezicht. Tijdenlang verhaald, altijd even waar. Vreemden voor elkaar, tot heel onverwacht, iemand buigt voor haar. Het is een nieuw gevoel, het maakt je eerst bedeesd. Dan ineens spontaan is er iets ontstaan, Belle en het beest. Iets dat altijd weer zoveel teders heeft. Iets dat elk van hen
voor het eerst beleefd en hun vleugels geeft. Tijdenlang verhaald, altijd even waar. Vreemd en ongewoon, het lijkt haast wel een droom, net zo wonderbaar. Stralend als de zon, in een sprookjesfeest, tijdenlang verhaald, elke keer herhaald. Belle en het beest, tijdenlang verhaald, elke keer herhaald. Belle en het beest. En nou vlug in de kast, Marsje. Het is de hoogste tijd. Slaap lekker.